ik miste wat in de stad. Ja, dat je denkt van, maar wat? Dat weet je niet, want er is eigenlijk ook wel weer van alles. En dan gaandeweg kom je erachter dat alles ook gewoon eigenlijk bedoeld is om heel voordelig te kunnen inkopen en weer gewoon goed te kunnen verkopen. En de hele economische toestand en commercie. Maar sfeer is daar allemaal omheen gebouwd. Het is niet andersom dat er eerst een mooie sfeer is en dat alles eigenlijk organisch ontstaat en dan vervolgens, poef, dan ontstaat er bijvoorbeeld een winkel of zo, of weet ik het wat. Dat is altijd precies andersom. Dus dat vind ik wel heel vaag. Hey Jeroen. Eigenlijk ook in je privéleven gewoon een beetje op zoek naar wat je nou eigenlijk moet doen, want dat wist ik ook niet. En ik heb dan een soort bouwtechnische achtergrond weliswaar, maar ja, daar had ik het ook niet mee. Uiteindelijk ben ik via een bepaalde zwerftocht ben ik toch een keer op de taxi beland in de stad. Ik heb bijna 5 jaar taxi gereden hier zo. En dan het liefst natuurlijk in het weekend en vooral 's nachts. Dus dan zie je ook wel bijzonderheden. En dan krijg je ook meer met het gevoel van de stad te maken. Dus als je met de taxi door Rotterdam heen rijdt, dan lijkt het ook net alsof, door de week vooral, als je dan door de week 's nachts rijdt, alsof alle leven eruit wordt, is geblazen. En dan zie je alleen alle doodse dingen. Dus hele hoge gebouwen, soms wat straatverlichting en natuurlijk enkelingen in het verkeer. Maar dat heeft ook een hele aparte, toch wel diepe sfeer. En zeker ook als je de geschiedenis van Rotterdam natuurlijk vanwege het bombardement kent, et cetera, dan maakt dat echt wel indruk op die manier. Dus echt vol leven en dan ineens is alle leven eruit. En dat is eigenlijk ook altijd met Rotterdam zo. Alles of niks. Het is gewoon een zwart of wit. Dus de rijk door die stad en taxi. En op een gegeven moment dacht ik van, ja, die vent die doet dat wel heel makkelijk. Die klapt gewoon zijn frietkraam open achter Centraal. Of oliebollenkraam was het, sorry. En die gaat daar gewoon staan en aan het eind van de dag dan verdwijnt hij weer. En aan het eind van de periode neemt hij zijn kar mee en dan is hij weg. Ik denk, dat is eigenlijk wel heel relaxed. Het deed me een beetje het gevoel geven van een zelfstandige, vrije, bijna circusachtige toestand met die oliebollen, alleen ik heb niet zoveel met oliebollen. Hallo, kom maar binnen hoor. 2. Goedemiddag. Jullie willen er ook allemaal heen. Jelena, kom je even assisteren alsjeblieft. Sorry, jongen. Dat was 10 seconden wat in zijn klauwen. Je hebt iemand meegebracht? Ja. Hallo iemand. Hi. Iemand. Als je in Rotterdam loopt en je denkt van ja, ik wil wel eens een hotdog eten omdat ik dat in een film heb gezien of een keer van iemand gehoord heb. Het heeft wel altijd iets raars, magisch dat er een snack bestaat op de wereld, maar je kan hem hier nergens kopen. Zo gaandeweg dacht ik van nou, grote stad, Rotterdam, metropool,
Nieuw Amsterdam, New York. Ik denk, ja, dit moet gaan. Hema. Wat is het? Worst? Dat kan niet. Dat kan toch niet waar zijn? Dus ik zeg thuis van, Chris, volgens mij moeten we een broodje worst gaan verkopen. Dus ik dacht helemaal dat ik maf was. Dus op een gegeven moment is dat een beetje ontwikkeld in mijn hoofd. En heb ik gewoon echt in de States een kar gekocht. En de vergunningen gekregen van de gemeente Rotterdam. En ik mocht gaan proberen. Hey, wow. Hoi Merel. Hoe gaat het? Komen jullie helpen of komen jullie... Wat ben je fris gekleed? Mo is mijn dochter, die komt even helpen. Samen met de vriendin van school en dat is Merel. Ze zijn echt super goed ook. What can make me feel this way is my girl. Talking about my girl. I've got so much love in all the reason for me. Ja, uiteindelijk had ik toch zoiets van, ik moet dat een keer gaan bekijken. Ik kan nou hier wel fijn zeggen, ik heb American Hot Dog of de associatie daarmee leggen. Maar uiteindelijk kan ik niet zeggen van, ik ben daar geweest of ik heb dat gezien. Dus dat moest ik dan wel een keer doen, vond ik. En dat heb ik dan ook gedaan. Dus ik ben samen met twee maten van me naar New York afgereisd. Dat is echt super vet. Ik heb uiteraard ook in een hoddelcar daar gestaan. Gewoon een vent aangeschoten. Ik dacht van, nou, dit en dat. En, dit is wat ik doe. En vind je het goed als ik even in je car kom staan? Ik doe niks. Dus ja, dat was een beetje een vage beleving voor die vent, maar het ging toch gebeuren. Dat is wel grappig. Uiteindelijk wil ik daar zelf wel een plek. Dat lijkt me ook wel heel tof. Ik heb gewoon gedacht van, ik wil gewoon mijn stuk bijdragen aan een stuk beleving. Maar goed, ik ben natuurlijk redelijk beperkt in hoe groot ik iets neer kan zetten. En dit is wat het geworden is. Yeah.